Goedenavond. Bedrogen, verraden en in de steek gelaten door de regering Reagan. Zo voelt ex-generaal Richard Secord zich. Een sleutelfiguur in het schandaal van de geheime wapenleveranties aan Iran. Secord werd verhoord door een speciale commissie van het Amerikaanse congres. En hij toonde zich zeer verbitterd. The decision of Mr. Meese and possibly others to succumb to anxiety and ignorance is particularly unforgivable in my judgment in light of the fact that had he been receptive, he could have been advised of the facts surrounding these events before his announcement. This reasonable option was rejected, and we were instead betrayed, abandoned, and left to defend ourselves. President Reagan leek niet in het minst verontrust door wat de verhoren van Secord en anderen nog aan het licht kunnen brengen. Zelfverzekerd ging hij vandaag aan het werk. I know what I did, and I have told all of you repeatedly what I did, and now I'm going to quit talking to him with the office. Should Senator Hart drop his bid for the presidency? Het was vandaag bij ons bevrijdingsdag, maar die werd lang niet zo uitbundig gevierd als Koninginnedag vorige week. Toch waren er heel wat manifestaties, zoals in het Vondelpark in Amsterdam. De kunst van het veelkleurig verzet was een van de motto's met muziekgroepen van allerlei nationaliteiten en met dichters die eigen werk voordroegen. Amsterdam schrijft bijvoorbeeld om het Verzetsmuseum te steunen. En verder was er in het Vondelpark een vrijmarkt waar vooral de eettentjes goede zaak deden. En gokspelletjes waren er in overvloed. Maar het muziekpodium bleef toch de meeste belangstelling trekken. En eerder vandaag waren er officiële plechtigheden rond Bevrijdingsdag. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam bijvoorbeeld de nationale viering. Hoogste gast daar was prinses Juliana. Het werd een bijeenkomst met veel muziek en met sprekers die vonden dat 5 mei ook in de toekomst moet blijven worden gevierd. En in Wageningen was zoals altijd de nationale herdenking op de plaats waar 42 jaar geleden de Duitsers capituleerden. Prins Bernhard was er nu weer bij. En ook de koningin en prins Klaus. Voor de deur van het vroegere hotel De Wereld was er een defilé met oud-militairen en oud-verzetsmensen. Koningin Beatrix onthulde in de grote kerk in Wageningen een gedenkraam. Een blijvende herinnering aan die 5 mei 1945. Een succesvolle staking van de zwarten leidt de Zuid-Afrikaanse verkiezingen in, die morgen worden gehouden. Verkiezingen voor alleen de blanke bevolking, uitgeschreven door president Botha, die van zijn achterban een mandaat wil om met de zwarten te gaan praten. Protest van de zwarte bevolking tegen deze verkiezingen, die zoals zij zeggen, niets met hen te maken hebben. Maar de tweedaagse staking, vandaag en morgen, is ook een protest tegen de staat van beleg, die nu al 11 maanden duurt. En tegen de onderdrukking van de zwarte vakbonden. Stakers en aanhangers op straat, gesloten winkels en het leger dat patrouilleert. De vakbonden is de wegblijfactie een groot succes. Voor het overgrote deel verliep de actie vandaag vreedzaam. Alleen in de buurt van Durban werden bussen met werkwilligen aangevallen en in sommige gevallen in brand gestoken. De spanning rondom de verkiezingen werd vergroot door een aantal bomexplosies. 2 in Johannesburg, die alleen schade aanrichten, en 1 in het noorden van het land. Bij de ontploffing van die bom, een landmijn bij de grens met Zimbabwe, kwam 1 persoon om het leven. 10 raakten gewond. En dan het weer nu. Veel bewolking vannacht, maar vrijwel geen regen. Morgen krijgen we perioden met zon en het is droog. De temperatuur morgenmiddag is ongeveer 12 graden. Einde van het laatste journaal van vandaag. En net als op veel plaatsen in het land besluiten we deze bevrijdingsdag met vuurwerk. Goedenacht.